Dus een paar mensen al die ik ken, worden verraden door sommige vrienden. Want het zijn altijd mensen in de buurt van je. Daarom was Mamjo vroeger zo goed, goed bezig. Door mensen die je verraden, omdat het goed gaat. Maar we moeten wel één ding begrijpen. Als, als je taartenbak of cupcakes of dingen verkoopt, schrijf je even in bij de KVK. Want een paar haters gunnen je niet die extra euro die hun niet hebben. Nu ben je verraden, nu is je sociale dienst gestopt, nu is je hossel gestopt, nu is alles van je gestopt. Omdat je dacht dat je vrienden kon vertrouwen. Je hebt geen vrienden als je geld maakt. Want nu zit je in de stronterij, nu loop je te huilen, want je bent... Je moest je huis uit, je moest dit doen, je moest zus doen. Ik hoor zoveel van deze verha verhalen, dat wij donkeren elkaar misgunnen. Iedereen misgunt. Als iemand je niet misgunt, dan doe je iets niet goed. Dat, dat is wel iets dat we moeten begrijpen. Dus dat betekent, je deed iets verschrikkelijk goed. Dat mensen de tijd hebben genomen. Hun kostbare tijd. Om jou te gaan verraden. Met de hele verhaal. Bij de sociale dienst. Of de belasting. Of waar dan ook. Ik vind het. Ik, ik, ik heb zo'n. Ik hoor dit al een paar keer nu. En wat ik niet begrijp toch. Wat je in je dikke bollen idee hebt. Om je buurvrouw te gaan verraden. Terwijl je haar ijsje hebt gegeten. Dat betekent je bent... Eh, dus jaloers is een gekke ziekte. Dus je bent boos op iemand die je niet eens kent. Je weet niet hoe ze heeft gestroggeld om die ingrediënten te komen. Maar je gaat lullen bij de sociale dienst. Waar jij ook sociale dienst hebt. Om iemand anders te gaan verraden. Ik vind het echt beestachtig. Ik wil het gewoon even kwijt. Omdat deze honden manieren van sommige vrienden. Mamjo vrienden, zo noem ik ze. Moet echt stoppen. Want... Als je iemand niet gunt, gaat het ook niet goed met jou gaan. In plaats je diegene helpt met het bakken van al die Johnny cakes of wat dan ook, je gaat er verraden. Nu eet jij ook geen Johnny cake meer. Dan moet je het bij de Chinees weer halen. Omdat je, je misgunt mensen dingen. En dat vind ik echt een, een, een slechte eigenschap van, van heel veel mensen. Maar ik wou het gewoon even zeggen, want dit is echt erg. Dat we onszelf verraden. En daar hebben we er niets aan. Je verraadt iemand voor niets. Ai boy. Het is ver gegaan. We zijn echt diep gezonken. Dit is niet gezonken. Dit is onder de modder. Dat zo noem ik dit. Onder de modder. Want dit is anokang. Eén zin. Anokang. Echt serieus. Beestachtige mensen. Mensen die dit ooit hebben gedaan. Ik hoop toch dat als het regent, dat de bliksem jou alleen slaat. Alleen dat wil ik even zeggen.